Welkom bij de eerste verdiepende video Hervormingsagenda Jeugd, waarin we u bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen. Ik spreek daarover door met algemeen directeur bij de VNG Leernhard Geluk en beleidsadviseur jeugd bij de VNG Reinier Lagerwerf. In deze video blikken we terug op de noodzaak om te komen tot de hervormingsagenda, de doelstellingen en inhoudelijke elementen uit de hervormingsagenda en het proces om te komen tot deze hervormingsagenda. Ja, laten we beginnen bij de basis, de noodzaak van die hervormersagenda. Hoe zijn we hier gekomen? Ja, nou het proces begon met grote financiële problemen. Al een aantal jaren dat gemeenten veel meer geld uitgaven voor jeugdzorg dan ze binnenkregen via het gemeentefonds. Dat heeft tot veel protesten geleid en dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat wij als VNG hebben gezegd van nou, het kabinet komt ons onvoldoende tegemoet. We hebben een arbitrage afgesproken, wij roepen die arbitrage in en nu moet een onafhankelijke commissie van wijzen maar oordelen hoe het verder moet met de jeugdzorg en met name rond de financiële kant. Nou, dat heeft tot een duidelijke uitspraak geleid van de arbitragecommissie en dat was geld erbij voor de gemeente, maar ook werk intensief als gemeente met elkaar samen en ook met het Rijk aan een agenda, een hervormingsagenda die ook moet leiden tot betere zorg. Wij omarmen de uitspraak van de arbitragecommissie van A tot Z. En dat betekent mooi dat het leidt tot extra middelen in het gemeentefonds. Maar het leidt ook tot een grote verantwoordelijkheid aan de kant van gemeenten om er alles aan te doen dat en de kwaliteit van de zorg beter wordt. En ook de kosten die worden gemaakt nu in het stelsel van de jeugdzorg, dat die kosten worden teruggedrongen. Dus het is en kwaliteit, maar ook kostenbeheersing. En wat nou de winst is van de arbitrage, is dat heel helder is dat gemeente en Rijk samen verantwoordelijk zijn voor het stelsel en voor de uitvoering van de jeugdzorg. En zoals we voor zoveel andere dingen ook samen verantwoordelijk zijn. En dat is wel het belang van deze uitspraak. Je kan niet een gemeente opzadelen met een ongedekte cheque. Je hebt ervoor te zorgen als Rijk, dat is de arbitragecommissie, je hebt ervoor te zorgen als Rijk dat gemeenten voldoende middelen hebben om hun werk te kunnen doen. Ja, die uitspraak zelf. Laten we even kort kijken naar een fragment van Ilko Ehrenberg. Dat is direct opgenomen na die uitspraak. 1,3 miljard extra naar de jeugdzorg volgend jaar. En een hervormingsagenda. Want we zijn het ook eens, wij, gemeentes, kabinet, maar ook aanbieders, cliënten en professionals, dat dit jeugdzorgstelsel zo niet houdbaar is. Dus we moeten aan de slag, we gaan aan de slag met een agenda om de jeugdzorg te verbeteren. Ja, zoals Ilko aangeeft bestaat die uitspraak uit een financieel deel en een hervormingsagenda. Het financiële deel voor 2022 zijn de gelden zeker, maar voor 2023 en later nog niet. Nee, dat klopt. En daarom voeren wij een permanent pleidooi richting politieke partijen die straks het kabinet gaan vormen en richting de kabinetsformatie. Van zorgen voor dat de bedragen die de arbitragecommissie heeft genoemd, vele honderden miljoenen tot en met 2028, dat die ook in de boeken komen. Dat gemeenten daarop kunnen rekenen. En dat is voor de VNG een van de belangrijkste punten van inzet richting kabinetsformatie. En vervolgens is het ook belangrijk dat, en dat is ook een uitspraak van de arbitragecommissie, dat de komende jaren wordt gemonitord van hoeveel geld gemeenten nu echt moeten uitgeven voor jeugdzorg, zodat het Rijk, als dat minder is dan de bedragen die nu worden genoemd, die bedragen ook verder kan compenseren. Ja, dat is dat Andreas-kruis wat je vaker hebt laten zien, van dat er maatregelen genomen moeten worden om die de kosten beheersen. Ja, dat is een belangrijk onderdeel van de hervormingsagenda. Je moet binnen het budget wat beschikbaar is voor jeugdzorg ook zorg kunnen leveren. Dat vergt een behoorlijke discussie, ook in gemeenteland, van welke vormen van zorg willen we wel voor financiering in aanmerking laten komen. Dus het is een behoorlijk inhoudelijke agenda. En die vergt van gemeenten dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die kosten omlaag gaan. Maar als dat niet lukt, omdat het gewoon niet kan, omdat de samenleving toch zo complex is dat er blijvend veel vraag is naar jeugdzorg, dan gaan we weer terug naar het Rijk. Zeggen we volgen de ontwikkelingen van de kosten gewoon op de voet. En als we er niet mee uitkomen, dan zou het Rijk alsnog over de brug moeten komen. De transitie is afgerond. De taken jeugdzorg zijn in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Dat is de transitie. En gemeenten hebben die verantwoordelijkheid opgepakt en daar verder invulling aan gegeven. Alleen de inhoudelijke doelstelling van die decentralisatie. Gemeenten kunnen zorg dichter bij mensen, bij gezinnen, bij scholen organiseren.
gemeenten kunnen zorgen dat het minder gaat om interventies in het medisch circuit, maar dat er ook andere vormen van oplossingen voor zorgen rond jeugd worden gevonden. Die transformatie, die inhoudelijke vernieuwing van de zorg is nog onvoldoende van de grond gekomen. En dat is een belangrijk onderdeel van die hervormingsagenda. Ga terug naar de bedoeling die onder de decentralisatiewetgeving lag. Goede zorg beschikbaar voor kinderen, voor gezinnen. En dat willen we nu realiseren. Op heel veel plekken wordt gewerkt aan transformatie, maar de echte doelstelling van de decentralisaties hebben we nog niet gerealiseerd. En door die hervormingsagenda, die zou je ook transformatieagenda kunnen noemen, maar hij heet nu eenmaal hervormingsagenda. Door die hervormingsagenda moeten we die ambitie wagen maken. Ja, die hervormingsagenda die moet begin 2022 klaar zijn. Wat is de VNG nu al aan het doen? Nou, de VNG is samen met het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de hervormingsagenda. Dus wij overleggen met VWS, maar ook met de organisatie van professionals, de zorgaanbieders, de patiëntenorganisaties over de invulling van die agenda. Het is voor de VNG heel belangrijk heel intensief samen te werken met gemeenten, want daar moet de verandering uiteindelijk plaatsvinden. Dat doen we op bestuurlijk niveau, maar ook op ambtelijk niveau. Ja, Reinier Lagerwerf, jij bent vanuit VNG Beleid betrokken om ambtelijk om die hervormingsagenda vorm te geven. Wat doe je zo al achter de schermen? Ja, met een kernteam werken we eigenlijk aan het opzetten van deze agenda. Dat doen we aan de ene kant met gemeenten samen. Dus we gaan echt ook met gemeenten in gesprek van wat moet daarin, wat kunnen gemeenten doen, maar wat moet in het landelijke traject meegenomen worden. Dus eigenlijk twee dingen, lokaal, landelijk. En landelijk zijn we in gesprek met de Vijfhoek. Nou, in de eerste plaats natuurlijk met het Rijk, omdat het voortkomt uit een traject wat we al heel lang met het Rijk hebben gevoerd. Maar daarnaast ook echt met de andere perspectieven die je hier niet in kan missen. Namelijk perspectieven van de aanbieders, van de cliënten en van de professionals. En de komende maanden zullen we de agenda vormgeven op basis van de uitspraak die de Commissie van Wijzen heeft gedaan over de jeugdhulp in het voorjaar. Ja, dan naar die doelstellingen van de hervormingsagenda. Ja, die hervormingsagenda moet inhoudelijk worden uitgewerkt. Kun je daar wat over zeggen? Ja, dat klopt. Het is nog in ontwikkeling, maar we hebben eigenlijk drie hoofddoelstellingen staan. Doelstelling 1 is inhoudelijk van aard. Dat is echt om de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren voor de kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben. Het tweede doelstelling is om dat te doen binnen de juiste financiële kaders, dus kan je het met minder geld af. En de derde doelstelling is om ook echt de randvoorwaarden van het stelsel op orde te brengen. Het is primair een inhoudelijke agenda waar we eigenlijk de toekomst van de jeugdhulp en alles wat aan vastzit willen verder ontwikkelen. Maar het is wel goed om daarnaast te benoemen, het is ook binnen een bepaalde financiële kaders waar we afspraken moeten maken. Dus inhoud voorop, financiën volgt. Ja, grote vraag is natuurlijk wat het effect van die hervormingsagenda gaat zijn. En daar heeft Ilko ook nog een vraag over. De nummer 1 vraag is, gaat het wel echt naar jeugdzorg? Wordt het wel echt beter? Ilko die stelt de vraag, wordt het wel echt beter? Een hele fundamentele vraag. Hoe reflecteer je daarop? Het moet beter worden, maar daar zijn we allemaal zelf bij. De gemeente, de zorgaanbieders, wij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het beter wordt. Dat we alleen maar zorg inkopen die kwalitatief voldoet, die gewoon goed genoeg is. En ook dat we alleen maar zorg verlenen aan die kinderen en die gezinnen die het ook echt het hardst nodig hebben. Dat vergt echt wel. Dat is anders dan het huidige systeem. Dat we echt doordenken van hoe we zo'n agenda kunnen maken die ertoe leidt dat hoogwaardige zorg, goede zorg beschikbaar komt voor de kinderen die het hardst nodig hebben. En dat dat past binnen de middelen die we daarvoor hebben. Ja, want als we eens kijken naar die doelstellingen. De eerste doelstelling is de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdzorg. Welke fundamentele keuzes moeten daarin gemaakt worden? Ja, de debat over toegang, voor welke zorg is voor wie beschikbaar en wie bepaalt wie in aanmerking komt voor bepaalde vormen van zorg. Dat is een heel inhoudelijk gesprek wat we met elkaar hebben te voeren. Je hebt hele zware vormen van zorg, veel lichtere vormen van zorg. De groei zit met name bij de lichte vormen van zorg. Hoe gaan we daarmee om? Vind je dat dat begrensd moet worden? Moet dat gekoppeld worden aan eigen bijdrage? Dat zijn allemaal discussies die passen binnen het pakket van de reikwijdte. Er hoort ook een maatschappelijk gesprek bij van welke zorg vinden we noodzakelijk vanuit gemeentelijke financiering. En een belangrijk onderdeel van die hervormingsagenda is dat gesprek over
de reikwijdte van het totale pakket van de jeugdhulp. Nou, wat ook nodig is, is gesprek over de kwaliteit. Van hoe zorgen we ervoor dat alle interventies die worden, dus alle zorg die wordt ingekocht door gemeenten, ook goed zijn. Kunnen gemeenten meer van elkaar leren rond kwalitatieve interventies? Ja, de tweede doelstelling heeft te maken met beheersing van de kosten van de jeugdhulp. Ook een belangrijke doelstelling. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, beheersing van de kosten is cruciaal. Gemeenten kunnen daar aan werken, onder andere door goed met elkaar samen te werken. En de uitvoeringskracht van gemeenten als collectief te versterken. Het is noodzakelijk dat wij gewoon als samenleving een keuze maken dat er grenzen zijn aan de middelen die we besteden aan zorg. En dat is wel een overtuiging die gemeenten zelf ook moeten hebben van geld brengen we met elkaar op, dat groeit niet oneindig en we moeten echt keuzes maken welke zorg we wel of niet noodzakelijk vinden voor onze samenleving. Ja, als laatste en derde doelstelling is het functioneren van het jeugdstelsel. Welke gesprekken moeten binnen deze doelstelling gevoerd worden? Nou ja, de gedachte achter de decentralisatie was dat je niet alleen een koker jeugdzorg hebt of jeugdhulp, maar dat je als gemeente ervoor zorgt dat er samenhang is tussen je gezondheidszorg, tussen onderwijs, maar ook bijvoorbeeld veel problematiek heeft te maken met de GGZ-problematiek van de ouders. Nou, hoe breng je dat in onderling samenhang? Dus samenwerking is een sleutelwoord. Niet op je eilandje blijven zitten, maar gewoon als systeem, als partijen die betrokken zijn bij kinderen en bij ouders, ervoor zorgen dat vraagstukken voor kinderen en gezinnen worden opgelost. Ja, en dit zijn allemaal fundamentele inhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden, maar die zijn nog niet in beton gegoten. Hoe moet ik dat zien? Nou ja, het is een agenda die zich ontwikkelt, waar we gesprekken over moeten voeren. Daar zitten maatschappelijke opvattingen onder. Er zit eigenlijk een maatschappelijk gesprek onder van wat willen we eigenlijk met onze jeugdzorg. Dus dat gesprek moeten we voeren. Ja, die inhoud voorop, dat wordt dus nu uitgewerkt. Hoe gaat dat precies procesmatig in zijn werk? Na einde van deze maand zullen we ook met de vijfhoek die ik net al noemde een kick-off hebben. Dan zullen we in de komende maanden eigenlijk de contouren van de agenda uitwerken. Nou, denk aan thema's als de reikwijdte van de jeugdhulp, de kwaliteit van de hulpverlening, welke bestuurlijk-financiële verhoudingen passen daarbij, welke data moet je hebben, welke kennisinfrastructuur. Maar ook regionaliseren, hoe werken gemeenten samen, wat vragen we in de bedrijfsvoering van aanbieders. En dat soort thema's die zullen verder uitgewerkt worden. En de bedoeling is dat begin 2022 deze agenda ligt en dan in de komende jaren ook uitgevoerd kan worden. De hervormingsagenda moet begin 2022 klaar zijn. Hoe zien de komende maanden eruit? Nou ja, we beginnen deze maand in september met een inhoudelijk gesprek met de betrokken partijen. Nou, ik hoop dat het leidt eind van deze maand tot een soort een concept van de agenda die we de komende periode daarna, de maanden oktober, november, december, verder uitwerken met alle betrokken partijen. Dat moet ertoe leiden dat er in januari of begin volgend jaar een gedragen agenda ligt, waarbij het voor de VNG belangrijk is dat wij dat in heel intensief overleg doen, intensief contact doen met gemeenten op alle niveaus, dus op bestuurlijk niveau, maar ook op ambtelijk niveau, om de vele expertise die aanwezig is bij alle gemeenten goed te kunnen betrekken. En ook uiteindelijk gaat het om keuzes die op gemeenteniveau moeten worden gemaakt, dus ook om gemeenten te helpen met het maken van die keuze en het veranderen van hun aanpak die noodzakelijk is. Dat zijn een paar heel intensieve maanden met heel veel communicatie, heel veel interactie met gemeenten en zorgpartijen. Ik hoop dat het ertoe leidt dat dat in begin volgend jaar tot een gedragen agenda leidt. En vervolgens zullen we die moeten realiseren. Ook daar zullen we als VNG een grote rol in spelen, samen met gemeenten, om stap voor stap die agenda ook te gaan uitvoeren. Ja, want hoe worden gemeenten precies betrokken in dit hele proces? Ja, dat gebeurt op bestuurlijk niveau via onze reguliere governance in de commissie van de VNG. Gebeurt ook in overleg met alle jeugdzorgregio's. We maken een rondje om de bestuurders in alle regio's goed te betrekken. Ambtelijk doen we datzelfde. Dus we zullen zeer intensief contact met alle gemeenten. En we houden vervolgens de gemeenten op de hoogte van alle nieuws die er is in dit traject, via onze kanalen als VNG. Wat belangrijk is dat gemeenten doordenken hoe de administratieve kant voor het geheel van de gemeente gewoon beter kan. Want uiteindelijk willen we daar meters kunnen maken. En ook hoe we datgene wat
succesvol is in een bepaalde gemeente. Zeggen de buurtteams of een bepaalde vorm, een bepaalde interventie in de zorg of een bepaalde vernieuwing in de ketenaanpak. Nou, je hebt tal van best practices binnen gemeenten, hoe die groter kunnen worden gemaakt. Hoe we die met elkaar kunnen delen als gemeente, hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we zo collectief kunnen werken. Niet aan 352 verschillende aanpakken waarin het bekende beeld van permanent het wiel opnieuw wordt uitgevonden, maar waarin we krachtig zijn als collectief van gemeenten, van elkaar leren en wat goed werkt in gemeente A, ook goed laten werken in gemeente B.